De staatsuitgaven voor het ministerie van Justitie en Politie in de periode van februari, maart en de eerste week van april bedragen ruim 38,5 miljoen SRD. Dit vertelde financiënminister Stanley Ragubarsing op de laatst gehouden vergadering van de Nationale Assemblée. De bewindsman merkt op dat alleen op basis van ressus is waarbij lonen, salarissen en projecten niet zijn bijgeteld. Voorzitter, beide dingen kloppen. Er wordt heel veel uitgegeven en er is achterstand. Beide zijn waar. En dus wat we nodig hebben is prioriteitsbepaling. De minister benadrukt dat er afspraken gemaakt zijn voor wat betreft prioriteitsprojecten. De president zou hebben aangegeven dat er vooral gekeken moet worden naar veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg. Daarvoor is bovenop de begroting die we goedgekeurd hebben met alle projectonderdelen, daar zijn behoorlijk veel delen in, dat daar 17 miljoen US dollar bijgerekend wordt voor deelprojecten. En daar zit onder veiligheid, daar zit onder kosten voor DNV, betalingen voor, we hebben betalingen gedaan voor anti-money laundering, Kroll wordt betaald daarmee. We hebben na 17 februari hebben we een bijdrage gedaan in voertuigen en automatisering voor de politie, samen met het bankwezen. Die 10 miljoen Amerikaanse dollars uit de prioriteitsprojecten van de president voor voertuigen, wapens, DNV. Ragubarsing zegt ook dat zijn collega van Justitie met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank heeft gesproken over hoeveel geld voor zijn projecten vrijgekregen kan worden.